Nu, Lopke, even iets totaal anders. Ja. Heb jij dat ooit al eens voor gehad? Dat je iemand tegenkomt of dat je aan iemand denkt en dat je niet op die persoon zijn naam kan komen. Dat is alsof die naam volledig uit je hoofd is verdwenen. Dat die volledig uit je hoofd... Dat kan, ja. Ja, dat heb je waarschijnlijk al voor gehad, hè? Ja. Ja. Maar uw eigen naam, die kent u nog juist? Ja, ja. Ah, wel, super. Nu, waar zit uw naam ergens bij u? Waar zit die ergens? In mijn hoofd. In uw hoofd. En waar in uw hoofd? Waar juist in uw hoofd? Geen idee. Ja, toon even... Jawel, jawel, je weet het wel. Zie je wel dat je het weet? Voilà, inderdaad. Die zit normaal bij de meeste mensen hier. Nu, Lopke, wat gebeurt er als ik die naam neem en ik gooi die voorbij de muren, voorbij de zon, voorbij de sterren, tot die helemaal is verdwenen? Als die helemaal is verdwenen, als die helemaal is verdwenen... Kijk in mijn ogen, Lopke. Als die helemaal is verdwenen, wat gebeurt er als je probeert om die naam te zeggen? Ik merk dat die volledig is verdwenen. Wat gebeurt er als je probeert om die naam te zeggen? Ik merk dat die volledig is verdwenen. Dat is gek, hè? Hoe voelt dat om te proberen en te merken dat die naam volledig is verdwenen? Ja. Dat is gek, hè? Want je had vroeger een naam, hè? Ja. Was dat een Engelse naam, of een Franse naam, of een Chinese naam? Een Friese naam. Ah, we zijn toch al een stap. Dat maakt de potentiële namen al wat kleiner. Ja, maar het is nu wel raar dat je die kwijt zit. Weet je wat? Ik ga je die gewoon teruggeven. Zie je? Dat is heel simpel. Kijk, pluk hem terug uit de lucht en die is terug. Voilà, wat is uw naam? Lopke. Voilà, Lopke, zie je.